Wat zijn er tegenwoordig een hoop thuis escape rooms? Ik snap dat je soms door de bomen het bos niet meer kan zien, want waar moet je nou beginnen? Om dat wat makkelijker te maken hebben we een heleboel filmpjes gemaakt, zodat je zelf kan kiezen wat bij jou het beste past. Als je nou echt dat escape room gevoel thuis wil creëren met echt geweldig materiaal en hele leuke puzzels, dan moet je de terugkeer van de dominee gaan spelen, want wat heb ik genoten van deze escape room. Ja, dit was echt top, want je zit, ja, in het verhaal is eigenlijk dat je opgesloten wordt in je huis. Natuurlijk super toepasselijk en het materiaal is weer zo mooi, jongens, en de puzzels zijn weer zo goed. De keuze is zo lastig. Toen wij deze doos openmaakten, toen zaten we echt helemaal, nee, wow, dit hebben ze niet gedaan. Ja, er zit zo'n begeleidend briefje bij en daar staat iets over wat je moet doen. Ik kan er niet te veel over zeggen, maar dat is ook weer zo'n leuk detail dat je denkt, ja, ik zit er gelijk in. Ja, je wordt helemaal in die sfeer gezogen door allerlei dingen die ik niet mag zeggen. Ja, dat is echt vervelend, maar het is echt genieten, jongens. En dit is echt weer zo'n escape room. We hebben er meerdere waarbij het materiaal fantastisch is, de puzzels heel goed zijn, dat het gewoon echt meer is dan een exit en een unlock. Ja, dit is echt escape room spellen van de hoogste plank, jongens. Ja, dit is een kunst, mensen. Ja, fantastisch. Dit is een kunst. Nou, dan zijn we klaar met het filmpje. Meer hoeven we niet te zeggen. Nou, ik wil toch nog even, kijk, we kunnen wel wat laten zien. Ja. Er zit wat van deze prachtige afbeelding. Ja, maar dit spreekt toch niet tot de verbeelding van wat hier nog in zit? Ja, dat is echt vervelend. Ja, ja. Dat we, nou, er staat in de omschrijving, staat bijvoorbeeld dat er ook een kaars in zit. Dat mag ik zeggen. Oh. Dat is toch fijn, hè? Ja. Ja. En er zitten wat kruiden in waar je wat bij moet doen. En dat heeft verder niet echt met het verhaal te maken, maar is gewoon een leuk detail. Er zit ook een prachtige kaart in. Ja. Er zitten ook, mag ik ook noemen, glow-in-the-dark effecten bij. En dit is wat wij bedoelen met next level. Ja. Het is echt next level. Het verhaal is ook heel leuk gedaan. Je ziet echt dat er heel veel tijd in is gestoken. Ik denk dat dit voor iedereen leuk is. Dit is voor iedereen leuk. Er zit een filmpje bij wat gewoon leuk is om te kijken, waardoor je nog meer in het verhaal zit. Er zit zoveel moeite in gestoken. Je ziet gewoon dat dit een bijna ambachtelijk spel is. Nou, ik vind het prachtig gesproken. Nou, dankjewel. Dus als je op zoek bent naar de top van de thuis escape rooms, dan moet je de terugkeer van de dominee zeker spelen. Want ik denk dat vrijwel iedereen dit fantastisch gaat vinden. En stuur dan ons even een berichtje als je snapt waar wij het over hebben. Want dan zijn jullie gewoon lekker net zo excited als wij.